Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet normaal. Zoals je achter me ziet, Bram de Boodschappenman, ja. Tjitte van der Schee en Daniel Tiedink. Die gaan we nog even ophalen. Gaan we weer 3 nachten door Nederland vissen. Er worden 3 video's. We hebben hier Rodi die even helpt met inpakken. Ja, de strijder. En we gaan voor het eerst weg met de aanhanger. Want ja, jullie dachten, fietskarren dat gaat niet goed, maar misschien aanhanger wel. Dus we gaan hem volgooien, helemaal veel te vol. En ja, dit is de auto en we gaan ervoor. Ja. Nieuwe aan is. Ja, de nieuwe tas van Bram, jongens. Officieel. Bram de Boodschappenman, pas aan de boodschap in. Kijk eens even, jongens, het wordt allemaal geregeld. Bram, waar zijn we en wat gaan we doen? Ja, we zijn nu bij Daniel Tiedink. En we gaan even 3 nachten knallen door Nederland. We gaan als eerst naar de Achterhoek en dan gaan we even een bak vangen. Het wordt tijd voor een 30ertje voor mij, want dat is nog steeds niet gebeurd. Lekker emmertje water. Ja. Yes. Dat zou prachtig zijn, hè? Ja, daarna gaan we even een aflevering opnemen voor Karpervissen in Nederland in Overijssel. Ook heel mooi. En daarna gaan we als laatste nachtje naar Friesland. Ook voor Karpervissen in Nederland. En omdat Tjitte zijn meisje een beetje mist. Schattig. Vragen is niet bereikbaar. Echt 20 euro wat je na het weekend is direct klaar. Tanto money wordt erop gezet. We zijn aangekomen. Weghalen die onkruid. Ergens midden in Gelderland. Ja, prachtige locatie hier zo. Het boerenlandschap en aangekomen bij Jarmo Sebbers van Twincarp. We gaan een heerlijk nachtje vissen. En hij zit daar op het water met de boot. Yes. We gaan snel het autootje en de aanhanger even leeg halen. En dan kunnen we knallen doen. Ja, 2 uur later en we zijn er. En jij gaat als eerste even lopen? Als eerste dit naar het water brengen. Dan komt Jarmo dan ophalen met de boot. Dan loop ik weer met een lege trom hierheen en dan halen we de rest op. Yo, later! Hey Pik, hoe is het? Lekker man, met jou? Ja, lekker. Fijn om je te zien. Zeker. We gaan er wel mooi van maken. Wat zeg je? Gaan we een paar vis vangen? Ik hoop het wel, man. Ik hoop vannacht op een visje. We hebben vissen met heel veel hengels. Ja, we zijn ook niet alleen. Kijk, heel het buurthuis. Iedereen is aanwezig. Dat heb ik gezet. Ja, lekker gezellig joh. En je hebt een nachtje gezeten. En er was helemaal niks. Spijtig. Hopen dat we vannacht wat meer kunnen vangen. Ja, nog weinig zonlicht. Maar ja, eerst even alles opbouwen en dan eten. Nou, even alles uitvaren. Samen. Yes. Keihard gebleven. Keihard. Daar gaan we er goud vandoor. Hoppakee. Van op die jaar. Hij schiet me in van Tieten. Tijden nummer 2. Ja, op naar het volgende water. Ook reis hoor. Even lekker knallen. Oh. Ja, dames en heren, zijn we niet met het fietskarretje? Ja, het is toch wel lekker dit. Ja, we zijn nog een lekker karretje, maar... Ja, het ging goed. Ik kon hem weer optilden. Ik hoop af. Oeh, ook deze klaar mee. Wat is er gebeurd? Wat een fietskar, kijk. Oh, lekker erop. Nee. Wat is er afgevallen? Ja, dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Karpervissen door Nederland. En we zijn in het boerengerecht in Overijssel. We zijn met de Wietsemobiel. Ik heb voor het eerst een mooi aanhangetje mee. Mooie bak. We zijn ook nog met Bram de Boodschappenman, dus dat gaan we als eerste doen. Op naar de Jumbo. Net een nachtje met Jarmo gevist. Geblankt. Maar... ik ken hem nu gewoon nog meer ons best doen. Gaan we aan de voor. Als je houdt van jezelf. Ja jongens, we zijn er. Nieuw water, nieuwe kansen. En het is niet heel groot, maar het ziet er op zich wel mooi uit. Mooi. Ah, ik denk wel genoeg voor 300. Ja, het is wel kleine ruimte. Gelukkig zit er niemand, mooi. Volgens mij. Dus we gaan even een rondje lopen. En, ja, genoeg ruimte joh. Ja, dat komt wel goed. Het water is echt lekker heel erg. Dat is prachtig jongens. We zijn even aan het kijken op de visplanner app. Of we aan deze kant ook mogen nachtvissen. Alleen aan de overkant. Hier staan een beetje huizen achter. Dus want eerst even checken. Eerst je route checken voor de pad gaat. Ja. ANWB. Yes, even een rondje om het water heen gelopen. Uiteindelijk op een zeer mooie stek beland. Het water is niet groot, maar we hebben gehoord dat we een aardig mooie bestand moesten hebben. Het enige probleem, het zat helemaal vol met wier. Maar gelukkig hebben we een voerboot op de dieptemeter en zullen we zo meteen gaan demonstreren hoe wij naar een mooie harde plek gaan zoeken. En even met drone vliegen als het droog is. Dat gaan we ook zeker doen. Yes, de tentenkampies van Ridgemonkey, die staan weer. Gooi er maar mee. Ja, jongens, we gaan weer een pop-up bakje gooien. Want we gaan een deel van het water, mag je kiezen. En die dichtstbij gooit, die wint natuurlijk. Jij kent ze. En ik ben best wel zenuwachtig. Ja, het leuke is nog dat we totaal niks weten. We gaan pas na de loting gaan we kijken wat de dieptes zijn. We zien voor de kant heel veel wier. Dus stel je kiest, zeg ik kies links en je vaart en je komt alleen maar wier tegen. Ja, ben je gegarandeerd een lul. Ja. Dat is altijd leuk. Nou, we gaan een pakket de popus erbij. Dat ga ik eens even doen. Wat een helberg. In de verte zie je een klein grijs emmerdeksel liggen. Jij mag eerst. Nee, jij mag eens eerst. Jij mag eens eerst. We doen even steenpier schaar. Nou, we zijn spannender. 3, 2, 1. Kan niet. Steenpier schaar. Kut. Hij moet eerst, die homo. Nou, pak jij maar even vast. Ik kreeg het helemaal benauwd van die eerste plek. Niet verder. Oh. Niet verder, hè? Oké. We gaan weer die Sloveense tactiek gebruiken. Jongens, 3, 2, 1. Nou, die gaat nog wel. Niet slecht. Ik ben er niet ontevreden over, niet tevreden. Nou, cheese, nu jij. Nee! Nee joh, hij gaat fucking goed. Nee. Ik ga maar even hier staan, ja? Zo, dat ga ik nooit. Nee! Ja. Ja. Nee. Dat was kut. Nee, ik krijg maar geen bok voor. Je kent je eigen krachten niet, pik. Nee. Bro, je gaat ervan naar die sportschool. Nee, jij ook zo te zien. Nee. Kut, sorry. Helemaal vol met bier. Dus, wat ga ik doen? Voor het eerst in mijn leven met een helikoptersysteem vissen. Ja. En ik ga eerst even kijken of het mooi in het bier wegzakt. Lekker, we hebben wel een paar springende vissen gezien. Kolken, activiteit. Dus over het algemeen zou je denken, dat moet goed komen. Ga je hem even demonstreren? Kijk, zoek bier. Dat bleef dicht bij de kant staan. Kijk, je ziet mijn lood. Ja. Dan heb je een bierveld. En waar eindigt je haak? Perfect bovenop het wier, terwijl je leuk in zat. Zo, dat tijgenootje ligt er perfect bovenop, hè? Is dat netjes of is dat netjes? Dat is zeer netjes, zeer netjes. Morgen. Wat is er aan de hand? Niks, het regent. Jongens, het is toch een zooitje, maar dat komt omdat het... Ja, je ziet het goed. Het regent als een tierenlier. En daar is het ook lekker in zijn tentje. Wat zijn we nou aan het doen? We zijn even de hengeltjes aan het klaarmaken. We zijn de stek aan het bepalen en we gaan bijna varen met het bootje. Heel even wachten tot iets droger is. Want je ziet het, we worden helemaal nat en dan zien we jullie zo. Kijk, dat komt. Dames en heren, we gaan eindelijk de eerste hengels invaren. Het begint een klein beetje droog te worden. Maar gelukkig, voor de spetters hebben we deze regenkap. Nou goed, we hebben al het wier in het water gezien. Dat maakt het toch een klein beetje wanhopig. Maar we hebben een paar keuzes gemaakt. En ik ga bijvoorbeeld lekker alleen maar vissen met de Ronnie-rig en met de Chod-rig. Daarbovenop gaan we een klein beetje bijvoeren. Waar staat het spul? Hier zo. Met de voorgekookte hennep van tijgenotenkoop.nl. Scheelt ons weer een hoop werk. Als je het bestelt voor 10 uur s'avonds, ook nog eens de volgende dag binnen. Dat is toch een mooie deal, zou je zeggen. Hij heeft hierbij nog de cruncher met een paar hot tuna boilies. Klein gat, grote hand. Dat is niet al te fijn. Maar dat kun je zelf interpreteren hoe je dat maar wil. En goed, we gaan een klein beetje goed crunchen tot poeder. Brazenvoelig. Maar daarbovenop komt het voorgezookte pop-upje met de Ronnie-rig. En die gaan we uitvaren naar de hoek in de verte. Nou, daar zijn we dan. Op vervangend materiaal. Mijn helm is kapot, mijn molen is kapot. Dus we moesten toch een oplossing hebben. Hoe lang lag die in, Bram? Ja, ik denk echt 2 minuten misschien. 2 minuten, 3 minuten. Ja, de run staat op film. We hebben net even met de telefoon gefilmd. Ah, dat is echt te gek voor woorden. Het is echt heel bizar. Het ging echt heel snel, op de Chod-rig. Ik ga even het schepnet maken, denk ik. Mooi, we moeten alles op elkaar maken, kijk. Geen credo, geen schepnet, geen sling. Geen sling, niks. Oh, kijk. Of de sprongkarper of was de karper. Hij is binnen handbereik. Ondertussen blijven de vissen springen op de stek. Het is niet normaal. Maar kijk, we hebben hem gezien. Het blijkt een schubje te zijn, waarschijnlijk niet zo heel groot. Maar de eerste is er al, hè? Ja, de eerste is er. We moeten nog een avond eten. We moeten nog een avond eten. Kijk, toch een leuk visje. Mooi helder water. Goede waterkwaliteit. Veel wier, hè? Ja, veel wier. Maar met de Chod-rig en zo, echt geen last van. Ja, toch mooi, hoor. Mooi donker, hè? Maar hij is gewoon best mooi nog. Een kilootje of 8. Ja, dat is gewoon leuk hoor. 7. Ja, weet je, naast de veen ben je toch een beetje verwend. Ja, hè? Dat zeker weten. Dat is niet zo dik meer. Nou, ja, lekker relax. Zo, dat haakje is even uit zijn mond. Ze hebben echt vrij harde bekken hier, moet ik zeggen. Zelden heb ik ze zo hard gezien. En nou ja, het is geen hele dikke. Lang is het zeker wel. Hij gaat met om in nat spartelen. Ja, ja, altijd lekker. Maar goed. Ah, rustig maar, kijk. Ze zijn echt vrij lang. Maar wel een beetje slank, daar gaan we shit. Oké. Okay. Oh, heel shit. Ik wist het weer. Nou, beter dat dan de karper laten vallen. Ja, even rustig doen, vriend. Wacht hoor. Kijk, daar is hij. De eerste vis, binnen 5 minuten dat de tweede hengel in lag. En ja, hij is niet groot. We gaan hem ook niet wegen. Laten we hem nog even snel 1 keer zien. Een fotootje en dan mag hij gelijk weer zwemmen. Op naar de volgende. Ze schijnen nog wat dikker te zwemmen hier. Het zou mooi zijn, hè? Het zou wel lekker zijn. Wel snel actie. Inderdaad. Prachtig. Kijk, mooie waterkwaliteit, hè? Lekker als het Japanse vijver. Nu gaat hij door naar mij. Nou jongens, mijn eerste hengel ligt er al in. Die heb ik met een helikoptersysteem met tijgenoten eigenlijk aan de onderkant van het talud neergelegd. En dan tijgenoten heel verspreid gevoerd. Nu ben ik bezig met mijn tweede hengel. Dat wordt een Ronnie-rig zoals je ziet. En wat ik daarmee ga doen is, je hebt hier eigenlijk 2 zijsloten. En die zijn allebei vrij ondiep en heel veel bier erin. Maar wat ik verwacht is dat de vis toch de nacht die zijsloten intrekt. Omdat ze zich dan veilig voelen. Je ziet eigenlijk maar 1 of 2 sporen tussen het wier door waar de vis doorheen zal zwemmen. En ja, precies in zo'n spoor wil ik dus met de voerboot hem perfect neerleggen. Het is wel ondiep, maar ik denk toch dat de vis daar 's nachts doorheen trekt. En we gaan hem erin leggen. We hebben geleerd van onze fouten. Wiets heeft namelijk de vorige afstandsbediening gesloopt. En dat wil je niet, kost je toch wel €100. Zuinig omgaan met je spullen. En we gaan het tweede hengeltje inleggen. Ik ga even aan de overkant staan, dan kan ik mooi zien waar het vier stopt. En dan kunnen jullie tegelijk zien op de Vexilar. Ja, dat je gewoon het verschil ziet waar bier is en waar geen bier is. Dat kunnen we dan zo mooi demonstreren. Maar waar gaan we heen lopen dan? Hier zo daar. Kijk, daar zie je een soort gangetje door het wier heen. Ja, ja, je ziet het. Het is nog steeds aan het regenen. Opnieuw naar de vis. Alle hengels liggen eindelijk een keertje in. Ik ga snel even naar Tjitte zijn tent rennen. Ziet er mooi uit. Ja, ik denk het wel. Maar het is lekker joh, moet je mij even zien genieten. Niet normaal hè. Valk weer in de pannetje. Alles te bakken. Prachtig jongens. Maar het weer, ja, het houdt mij niet op. Niet vanzelf. Alleen, ja, over hoe lang? 3 kwartier? Half uur? Is het helemaal droog? Blijven droog. Misschien weer zo'n beslag. Dat er ook nog een visje uitkomt. Het zou prachtig zijn. Ja, het gaat wel lekker tot nu toe. Ja, het gaat lekker. Kip ook lekker. Morgen, Bram, zit hier Daniel Tiedink en daar zullen ze hebben. Ja, 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 de strijders van het eerste daguur van dit water. Ze kennen het. Overijssel! Daar hebben we hem hoor. Het is niet te geloven. Maar... we dachten eerst, het was echt een hele korte run. Piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Vexilar, hè? Maar hij zwemt alle kanten op en ik durf bijna met 100% zekerheid te zeggen dat een karper is. Ik hoop zo erg dat het een brasem is. Ja, dat snap ik. Iedereen zegt hier al een fans. Hoe mooi zou dat zijn, jongens? Dan gaan we juichen, hè? Dan krijg je applaus. Ben je gek? Hij is helemaal links van me. Nee, het is een brasem. Nee, ik durf te wedden dat het gewoon een kappa is. Nee! Nee, hoe groot denk je dat hij is? Kleine brasem. Oké. Dat was waar. Hij zit in de fin, man. Hij zit in de fin. Vandaar. Wat heb je er nou aan? Een brasem. Een brasem. Jongens, ik citeer. Het is sowieso een karper. Ja. Maar moet je kijken. Hij is wel weer mooi hoor. Hij is in de veer geraakt. Ja. Dat is wel weer een mooie. Dat zegt wel weer wat over de rug. Een brasem hier wel hè. Over de drill. Dan zou je denken dat het een karper is, maar nee, een brasem is een fin. Wat doen we dan? Hé, hij is vast. Pak hem wel even. Pak hem. Pak hem. Pak hem. We waren bijna het bedje ingekropen. En daar staat hij ineens. En hoe voelt het? Ja, dat is toch wel even lekker. Ja, hij ging er wel goed vandoor, hè? Hij ging echt hard vandoor, jongen. Niet normaal. Heerlijk. Ik ben benieuwd. Het begint ook te regenen. Die gasten zeiden het al, rond een uur of 2. 12. Kijk, we gaan op zijn nieuwe modus, hè? Niet te geloven. Dat is toch wel even lekker. Is een dikke, Bram, is dikke. Ja, moet je even die top schuinen. Ja, lekker hoor. Visagie, visagie. Kom over. Mascara. We wilden net het bedje in, hè? We wouden net gaan slapen. Ik ging er al overheen. Precies. Ging niet gewoon. En dan gaat het weer. Hetzelfde Engels net. Ja, precies. En hoe voelt het nu? Nou, hij voelt ietsje zwaarder, moet ik zeggen. Het zou mooi zijn. Kan komen door het wier of omdat het een dikke vis is. Testen dan. Karper nummer 2. Ook weer een beauty. Ik denk bijna rond de 9 centimeter. Hij mag lekker zwemmen. Kijk, hoppa. En hij mag zijn oma halen. Je ziet het, schoentjes helemaal niet goed aan. Maar meneer Tiedink, zijn andere engel gaat ook nog eens af. Ja, bizar. Wacht even hoor, we zijn er bijna. Dan zien we ook wat. Staat hier gewoon. Ja, de andere engel. Bizar. Ik ben een beetje zeiknat, kun je wel vertellen. Ja, wat gebeurde net nou? Vuur nou in de sloot? Ja, ja. Ik heb blootvoet aan. Met mijn schoenen in de sloot gevallen. Leuk, altijd leuk. Maar ik moet je zeggen, deze vis voelt wel ietsje zwaarder dan de vorige. Het zou mooi zijn, hè? Het zou mooi zijn. Ik kan het nog niet beoordelen, maar we gaan het zien. Zo, die bek ook helemaal naar de ratten. Knip dat net ook gewoon een klein stukje door dan. Stofwietjes net. Ja, ik ga het niet meer gooien, het ligt echt in je benen. Veel maar, veel maar. Echt een klein gaatje knippen, anders wordt het iets lijp. Veel meer? Ja, ja. Zeg, klein gaatje, ik knip 5 of 6 dingen door. Nee! Wat gebeurt er? Nee. Zo, ik ben helemaal nat. Zeg je dat? Ja, jij bent helemaal nat. Ik ben echt fucking nat. Heb je hem nou niet meer? Ik heb hem niet meer. Oh. Nou, maar hij is wel veilig onthaakt en derde karper gevangen. En je bent helemaal doorweek. Ik ga me lekker omkleden. Een hele goede morgen jongens, je ziet het. Ik ben echt net wakker. En we moeten eruit, want we hebben nog een drukke dag voor de planning staan. Ja, kijk, je ziet hier Bram zijn engels en Bram die is nog niet wakker. Dus daar gaan we eens even voor zorgen. Lekker cheese! Goedemorgen jongens, ik ben hier met de Fatboys. Altijd gezellig, we zijn net wakker, uurtje of 10. En ja, vannacht 3 vissen gevangen, eentje verspeeld. En een nummertje 5 hangt het aan. Dus even kijken wat het is. Alles ik heb al 2 nachten gebleemd jongens. Alles. Zo, kijk hier. Is niet goed. Niet best, is niet best. Yes. Yes, dames en heren. Helaas, het onmogelijk is gebeurd. Ik wist dat dit de dikste vis van de sessie zou zijn. Wat denk je? Hij neemt een spurt. Ik had de slip te hard ingesteld. En mijn leibak. Ah, beginnersfoutje hè? Beginnersfoutje. Ik had echt een beginnersfoutje. Nou ja, kan gebeuren. Ja, ook weer een wijsles. Voor het volgende water, want we gaan nu naar Friesland. Gaan we daar weer nog vissen. Moet je kijken. Ah. Ja, dat zie je wel. Ja, ik heb echt streng in mijn poten, dat is niet normaal. Dat is pijngek. Yo, yo, tijd om in te pakken. En wat is er nou vannacht gebeurd? Bram is een vis, die is vastgezwommen. Hij denkt, ik geef de lijn even wat rust. Misschien dat hij nog vrijkomt. Maar ja, je weet natuurlijk wat er gebeurd is. Dat is niet gebeurd. En wat hebben we hier? Je hebt een paar kinderen, een paar vins op de stek. En als het goed is, gaat er eentje zwemmen. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, om de lijn van Bram eruit te halen. Kijk, wel nog. Dat zou prachtig zijn. De legend, gewoon voor €5. Ah, snel verdiend, hè? Snel verdiend. Kijk hem eens even aan. De foto met DW niet te vergeten. Oh, daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. Is dat even prachtig. Is het koud? Is het koud? Ja, ja, dames en heren. De strijder gaat het toch even regelen. Altijd. Oh, misschien weer een beetje aan de kant? Oh, sorry. Maakt niet uit. Wat een soldaat. Wat is dit doen? Yo, hier Bram. Yo, rijden. Bram FC, we hebben een heel klein stukje te lopen. Ah, we nemen even mee. Bram, kom nou joh. Hij is wietjes uit, hè? Ja, wietjes. Zou ik hem erin laten? Nee, een klein stukje weer. Goed, vond je nou een leuk filmpje alvast? Doe daar even een duimpje omhoog. Dat doen we nog.